Vrijdagavond vond in Takens te Balkbrug een dorpsgesprek plaats, georganiseerd door de bruggenbouwers en plaatselijk Blank Balkbrug. Meer dan 200 inwoners van Balkbrug kwamen op deze unieke gebeurtenis af om met elkaar van gedachten te wisselen over de toekomst van Balkbrug. Hoe ziet Balkbrug er over 10 jaar uit? In de pauze had ik een gesprek met Angelique Holtman van de Bruggenbouwers en Henk Hof van Plaatselijk Belang Balkbrug. Nou, het is vanavond een hele bijzondere avond. Ja, meteen geschiedenis. Want jullie als bruggenbouwers treden vanavond voor het eerst in het openbaar naar buiten toe. Angelique. Dat klopt. We treden vandaag in het eerste openbaar in die zin dat wij samen met Plaatselijk Belang een dorpsgesprek organiseren. Om de wensen van de mensen uit Balkbrug boven tafel te halen. Hoe zij in 2025 denken te wonen. We komen nu trouwens niet voor het eerst naar buiten. We zijn ook al naar buiten gekomen met een sms-alertgroep, een app. En we zijn naar buiten gekomen met de boodschappenactie van de Plus. Waarin wij 160 boodschappenpakketten gespaard hebben met het hele dorp voor de voedselbank. Een paar maanden geleden. Maar laten we even bij het begin beginnen. Want jullie als bruggenbouwers, wanneer is dat ontstaan dan? De Bruggenbouwers is een kleine groep mensen uit Balkbrug die zich druk maken om Balkbrug van de toekomst. En we zijn een jaar geleden gestart met een kleine groep via Facebook Community. Die groep is ondertussen na een jaar al uitgegroeid tot meer dan 100 leden. En dit is het moment ook dat wij contact hebben gezocht met Plaatselijk Belang. Om te kijken hoe kunnen wij samen de wensen van de mensen uit Balkbrug boven tafel krijgen. En de rol van Plaatselijk Belang hierin, wat is die? Nou, de rol van Plaatselijk Belang is dat wij de goede contacten hebben met de politiek. En dat is heel belangrijk in deze, want alles wat er gebeurt hier, wat hier uitkomt, dat zal waarschijnlijk naar de politiek moeten. En we willen twee grote momenten, grote dingen eruit halen voor 2025. En daar moeten we toch in overleg samen met de bruggenbouwers de politiek benaderen. En ik vind het heel mooi dat de politiek is hier vanavond ook aanwezig. Twee wethouders zijn hier, gemeenteraadsleden, lid van de Provinciale Staten. Dus ze zijn allemaal uitgenodigd en die tonen ook belangstelling. En eigenlijk moet je ze interviewen en zijn bijzonder enthousiast over de aanpak van deze avond. Want dat hebben wij niet gedaan als Plaatselijk Belang. De bruggenbouwers hebben een aanpak opgezet. TVO staat hier. En waarom waren ze hier? Niet om de inhoud van het dorpsgesprek, dat gebeurt overal. Maar puur om de aanpak. Dat is nog nooit gezien, dus het is wel een succes. Ja, dat kun je wel zeggen, ja, met zoveel mensen hier in Takens. Angelique, wat is jullie stip op de horizon? Onze stip op de horizon is heel breed. We hebben een hele verre horizon. Maar wat wij met name belangrijk vinden is dat wij niet alleen met de mening van die 100 mensen die we nou in de Facebookgroep willen hebben. Maar dat we de mening van heel Balkbrug willen hebben. We willen kijken samen met Plaatselijk Belang. Waar heeft het dorp behoefte aan? Wat moet blijven? Wat moet weg? Wat ontbreekt er? Wat doen we met voorzieningen? Hoe houden we de jeugd hier? Wat doen we met de ouder wordende mens? Eigenlijk willen wij klaar zijn voor de toekomst. En via Plaatselijk Belang willen we dat ook de politiek gaan vertellen. Dat op het moment dat er subsidies vrijkomen voor grootse plannen, dat Balkbrug ook grootse plannen heeft waarnaar geluisterd wordt. In Balkbrug doet het, hè? Balkbrug doet het absoluut. Je ziet hier wat de opkomst is vanavond. Wij zijn ontzettend verrast, maar ontzettend blij met deze opkomst. Het leeft. Hebben jullie voor dit jaar al enkele doelstellingen? Ja, na het dorpsgesprek hebben we in ieder geval de doel om onze online community via Facebook op te heffen. En daar een veel meer open online groep van te maken. Eventueel met de dorpsapp erbij in, infobrug erbij in, allerlei andere online variaties die er zijn voor het dorp. Waarom maken we daar niet één toegankelijke online community van? Maar het belangrijkste is dat wij vanavond minimaal 4 kleine, korte, haalbare zaken willen halen die we dit jaar nog kunnen oppakken met deze groep. Welke 4 belangrijke punten willen jullie vanavond halen dan? Dat weten wij niet. We weten niet wat de mensen willen, want daar gaat het om. Het gaat niet om wat wij willen, het gaat erom wat de mensen willen. En dan moeten wij zorgen dat het voor elkaar komt. Ja, inderdaad, wat Angelique ook zegt, proberen geldstromen te vinden. En aanval is de beste verdediging. Kijk, als een gemeente zegt je moet dit of dat doen, dan ben je te laat. En als dit is de aanval, zeg maar, en dan bereik je meer dan dat je afwacht. En je kunt zien met zo'n opkomst, ik heb toch de indruk dat men wel trots is op dit dorp. Want de laatste jaren is hier veel gebeurd en er gebeurt nog veel. Dus als iedereen daarover meedenkt, is het alleen maar een goede zaak. Ik wens jullie heel veel succes. Dankjewel. Dankjewel.